Het is wel gaaf, hè? Je eigen naam op die bus. Ja, super gaaf. En dat kan met een mbo-diploma. Vroeger werd er nog wel eens neergekeken op mbo'ers, maar die tijd is echt voorbij. Want er is een schreeuwend tekort aan vakmensen, zoals Sander. Yes, ga je mee? Yes! We gaan naar een warmtepomp die wij een tijd geleden geïnstalleerd hebben en die gaan we even afstellen. Ja, wij krijgen duizenden aanvragen. Dat is onvoorstelbaar. Ja. We zitten dit jaar en eigenlijk volgend jaar al bijna vol. En kan ik nou iets doen of is het echt ingewikkeld? Heb je een klusje voor mij? Je mag straks wel even de stofzuiger pakken. Ik vind het altijd belangrijk dat alles helemaal schoon is. Kijk, er ligt een klein beetje stof op, dat we het eventjes goed uitzuigen. Ik mag stofzuigen. Ja, ja, precies. Hey, kreeg jij dan wel eens te horen dat je maar mbo deed? Ja, dat heb ik heel vaak gehoord vroeger. En is natuurlijk nergens voor nodig. Het is niet maar mbo. Dat moet echt veranderen. En daarom wil het kabinet meer investeren in mbo's zoals deze. Door meer geld, betere waardering en betere stages. Want mensen zoals deze zijn hard nodig. Krijg je genoeg waardering, vind jij? Dat denk ik wel. Ik bedoel, ik ga gewoon naar school en ik doe gewoon mijn dingen. Want jij doet liever iets met je handen dan dat jij met je neus in de boeken zit? Ja, precies dat, ja. Je zit maar op het mbo. Hoor je dat wel eens? Dat hoor je zeker, maar het zou je verbazen hoeveel techniek er eigenlijk nodig is in Nederland. Ze zijn heel hard nodig, ja. Zelfstandigen verdienen, die kunnen goud geld verdienen. Wij worden regelmatig opgebeld door mensen die hebben al 10 installateurs gebeld, omdat ze in de kou zitten. En die zeggen tegen ons, het maakt ons niet uit wat het kost, help ons alsjeblieft weer aan warmte en warm water. Dus eigenlijk een beetje de nieuwe rijken zijn jullie. Ja, zeker wel, ja. Er zijn echt nog duizenden vakmannen nodig. En vrouwen natuurlijk ook. Ja, dus eigenlijk iedereen die nog twijfelt, hup naar het mbo. Ja, natuurlijk. Ja, zeker weten. Lekker bij klanten over de vloer, niet op zo'n suf kantoor zitten de hele dag. Maar gewoon lekker op pad met je bus. Ja, het is gewoon een superleuke baan. Bedankt voor het kijken naar deze video. En wil je meer van dit soort video's zien? Download dan onze app of kijk op onze website rtlnieuws.nl.